Fijn. Girls' night. Een tandje. Hallo, goedemorgen allemaal. Het is vrijdag, happy Friday. Ik heb weer een nieuw outfitje. Hij staat in de link hieronder als je hem wilt vinden op internet. En de schoenen, dat zijn die Nelson schoenen van Mode Rosa. Ze zijn wel sky high. De plateau zie je niet zo goed omdat ze zwart zijn. Maar echt, ik ben gewoon even lang als Bart. Hè? Ik ben normaal, wordt trouwens heel vaak gevraagd hoe lang ik ben. Ik ben 1,76 en Bart is 1,90. Die wordt nu natuurlijk waarschijnlijk heel erg boos, want dan moet ik echt zeggen 1,92. Maar met deze ben ik dus echt super lang. Zo, even het eten ontdekken. Nou, je hebt al aardig veel van die appel gegeten. Zo, niet normaal, hè? Die happen die je kan nemen. Zo ziet het heel onschuldig uit met het tongetje, maar... Ondertussen. Oh. Hier. Pak maar vast. Je hebt nog een hand, Jax. Ja, goed zo. Hoe relaxed is deze nieuwe song van Abel van vroeger? Wie kent hem nog? Of zijn jullie het niet van die tijd? In ieder geval, ik ben wel van die tijd. Zeg je dat niet? Ik ga eventjes de kast opruimen. Ik heb hier een kast en dat is echt een zooitje. Zoals je ziet, allemaal schoenen. En we willen hier dus die nieuwe stofzuiger die we hebben gaan ophangen in de gang. Dat gaat Bart, als het goed is, dit weekend doen. Dus als ik dan zorg dat dit vast opgeruimd is, dan heeft hij misschien een soort van stok achter de deur. Dat hij dat ook echt gaat doen. Dus we will see. Ik ga in ieder geval dit wel doen nu. En hoezo staat hier eigenlijk een Boeddha zonder hoofd? Ik vind dit echt heel ernstig. Dit brengt echt serieus ongeluk. Ik weet echt niet wat dit hier doet. Zo. Geven mensen allemaal ballonnen bij dingen. Ah. Nou jongens, er is in ieder geval één ding wat ik echt niet nodig heb. Jax is zo vrolijk. Het is niet te beschrijven gewoon. Jotje en ik eten lekker samen vandaag. Eet je pasta van gisteren? De pasta van gisteren. De leftovers van gisteren. Heerlijk, lekker makkelijk. En ready to go. En Jax heeft al gegeten. Bart is lekker even een avondje niet thuis. Dus we gaan straks lekker een heel lekker toetje eten zonder Bart. Slagroom en aardbeien. Kijk Jax kijken. Hij denkt, wat doet mama? We hebben een dubio. De girls' night willen we heel graag. Expeditie Robinson, aflevering 6 kijken. Ja. Maar ze twijfelen. Of wij het nou willen zien omdat het spannend was. Of dat we het morgen met z'n drietjes doen. Oftewel, dat Bart het mist is niet zo leuk voor Bart, hè? Ja, maar voor Bart, voor ons wel. Nou, Bart, als je dit terugziet, Jola wilt kijken. Echt heel graag. Het was weer spannend met Nienke. Dus we gaan het gewoon klikken. Klik aan. Echt? Ze doet het gewoon. En dan kijken we morgen mijn leven nog met Bart. Oké. Okay. Oeh, we hebben een lekker Twixje en theetje. En kaarsjes aan. En kaarsjes. En expeditie. Oeh. I like them girls who just party all weekend.
Hallo, good morning. Het is zaterdag en ik neem vandaag een aparte video op. En dat is de Instagram-volgers, mijn dag. Bepalend video. In ieder geval, die hebben jullie afgelopen donderdag al gezien op mijn kanaal. Oftewel gisteren, sorry. Beetje in de war, even een beetje bijhouden allemaal. Disna. Gisteren is die online gekomen, dus die kan je zeker nog even checken als je hem wilt zien. En ik ga verder met de dag van vandaag. Ik vlog verder gewoon wat dingetjes tussendoor. En die zien jullie dan in deze vlog weer, die jullie daar niet hebben gezien. Dus, vandaar! Ineens dusinnig gezet op kleuren. Oh, ik vind het zo gezellig even een dagje samen zo. Maar misschien is dat wel niet uitspoelbaar. Is dat uitspoelbaar? Ik zal dat wel vragen, joh. Lekker met mijn meisje. Gisteravond was het ook zo gezellig. Hè? Ja, leuk. Ja, echt gaaf. Wat prachtig. Ja. Het is wel mooi vast kunnen. Wil je dat doen? Ja. Oké. Okay. Goed, gaan we doen. Nou, dat ziet er prachtig uit. Ik wil ook wel voorstellen. En zo meteen gaan we naar de tattoo shop. Oh nee, eerst eten. Tada! Here we go. Kijken. Dus ik ben helemaal blij mee. Nou heb ik echt mega honger, man. Eeuw. Oh. Kijk dit dan. Het lijkt wel beschimmeld of zo. Natuurlijk niet. Het is grijs. Maar smaakt wel goed. Ja, lekker dag. Oh, wauw. Wauw, wat een superleuk jasje. Oh, wat een leuke tuinbroek. Ja, wel leuk. Voor een feestje. Leuk, ja. Dan moet je wel een topje. Ja, je moet wel een topje onder, maar is wel leuk. Je mag twee dingen uitzoeken. Dan maken we er een foto van en doen we een polletje. Ik weet dus niet zo goed wat ik moet vinden van deze jeans. Volgens mij maakt hij mijn beeld toch een beetje te plat. En hij is heel stug. En ik hou daar niet zo van in bewegen. Nee, dit wordt hem niet. Deze keuze maak ik zelf vandaag. Voor de winter is hij super leuk. Ja, maar ze geven nog niet. Even langs bij de Intertoys. Want Jola die heeft komende 3 weekenden 3 kinderfeestjes. Dus we moeten heel veel cadeaukaarten hebben. Laten we dat maar zo doen. Schattige tekst hier. In het toilet bij de HEMA. Super lief. En wanneer ik een nieuw kapsel heb, ga ik alles proberen. Qua staartjes en vastdoen en zo. Om te kijken hoe dat dan staat. Dit is niet helemaal hoe ik het in gedachten had. Maar ik moet het allemaal nog even uitvinden. Mama, dit is voor Misa. Dat is voor Misa. Oké, dan kan je dat morgen geven. Nou, Barty is Jackson badje aan het doen. Want jullie hadden gestemd voor badje. Alleen ik kan dat helemaal niet zelf doen, realiseerde ik me net. Dus ik ga even checken hoe lang ik dat niet zelf mag doen. Want dan gaat hij natuurlijk helemaal in het water, die pols. Dus het is nog heel erg wennen, dit haar. En het tatoeage ook wel. Ik ben er echt heel erg blij mee. Heel erg. Vooral met het tatoeage echt. Borstvoeding is wel nu echt helemaal op het einde. Dan mag je trouwens ook geen tatoeage zetten. En dat wilde ik nog even zeggen. Dat jullie dat wel weten. En ik zat nog te denken, misschien zo'n lange handschoen voor checks in badje doen. Dat het niet elke keer helemaal zo lang nat wordt. Oeh, mami. Het is zondag en ik heb Jola weer zoals altijd aan mij vastplakken. Mami. Zo gaan we door het leven op zondag. Hop, hop, hop.
Wacht, mag ik het nog even iets zwaarder maken? Nee, ik kan dat niet meer aan, schat. Je bent echt te zwaar. Oh, ik hoef niet meer naar de sportschool vandaag. Oh ja, squat. Squat goals. Squat goals. Squat goals. 1. What's my routine of today? Mijn Sunday routine. Met maar liefst 30 kilo. Kijken. Jola heeft een kinderfeestje vandaag. We moeten. Jola die zei: vieze kleding moet ik aan. Nee, kleding die vies mag worden. Ik heb weer de halve nacht wakker gelegen. Dus ik denk dat ik ergens vandaag. Jax heeft doorgeslapen. Jax heeft. Ja, maar dat is het dus ook. Jax slaapt tegenwoordig door. Sinds de afgelopen dagen. Dus ik geef geen borstvoeding meer 's nachts. Want dan slaap ik. Ik niet. Maar ik word automatisch wakker op de tijden dat Jax normaal altijd wakker werd. Dus mijn lichaam moet een soort van wennen nog aan, denk ik. Dat, dat Jax doorslaapt. En het probleem bij mij is dat ik dan niet meer terug in slaap val. Dus ik lig uren wakker. Ja, dat is eigenlijk niet echt om te lachen. En dat is dus ook de reden dat ik vandaag misschien iets minder vlog. En dat ik straks even mijn rust ga pakken wanneer Jola naar de feestje is. En... Jax gaat slapen, oftewel editen. Dat is mijn rust. Want dat moet ook gebeuren, want ik heb een hele drukke week volgende week. Dus ik moet een beetje gaan inlopen. Dus daar ga ik deze zondag eigenlijk even voor gebruiken. Maar we gaan eerst even naar het... Ja, we gaan de kleding uitzoeken. Deel, Jax slaapt. Oké, we gaan naar... Wow, Jola, waarom is het zo'n rotzooi in je kamer? We krijgen dat toch weer voor elkaar elke keer? Ik ga een beetje stil zijn, maar... Ik ga mijn hele kamer, zoals jullie, oh wacht, ik zal het licht aan doen. Zoals jullie misschien hebben gezien, is helemaal onder een rotzooi, helemaal baba. Dus die wil ik even gaan opruimen en dat ga ik nu even stiekem doen. Ik kon het gisteren natuurlijk ook niet laten om voor Jax een nieuwe outfit mee te nemen van de H&M. Leuk is hij, hè? Ja, je vindt hem leuk, hè? Ja. Dit is hoe Jax is deze dagen. Hè? Mr. Relaxo, Mr. Grapjas. Pak hem. Ja, pak hem. Goed zo. Pak hem. Zo leuk. Bart, ik was net aan het editen en Bart die kwam naar boven rennen. Hij heeft een tandje, Dus we zien een stukje tand. Hè? Ja. 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 Het is nog een beetje moeilijk te laten zien op de film. Omdat hij alles in zijn mond wil stoppen. Doe eens even. Nou, het maakt niet uit. Er zit in ieder geval een punt. Het zal wel. Het zal wel, mam. Waarschijnlijk denken mensen, oké, Disney, ja, right. Wat boeiend, maar voor ons natuurlijk weer een mijlpaaltje. Hartstikke leuk. Daar is hij niet echt huilerig om, hè, nu. Bijt hem met je nieuwe tanden. En dan moet je nu ook tanden poetsen, hè? Ja. Serieus? Nee, echt? Ja? Ja, dat moet al. Serieus? Ja, zodra ze doorkomen, moet je ze poetsen. Wow, Jax. Echt een man. Wat heeft Jola gedaan vandaag? Haar hoofd is zwart. Eigenlijk was het een soort expeditie Robinson wat je had vandaag. Ja, Jola was op een soort bos waar ze hutten ging bouwen en Vicky ging stoken. Zo, ik heb nog even lekker gewerkt. Mag niet te hard praten natuurlijk, voor Jax. Heb ik tanden staan op mijn mond, want ik heb mijn tanden net gepoetst. Ik hoop echt zo dat ik goed kan slapen. Ik ga nu een to-do-list maken op mijn telefoon, zodat ik alles een beetje uit mijn hoofd kan halen. En hopelijk geen insomnia nacht te hebben. Thanks voor het kijken. Ik zie je de volgende keer weer in een nieuwe vlog. Bye bye! Rock that joint. En dus zag ik dat ik bijna op elke vlog met mijn mond vol... Of met mijn telefoon in je hand staat.